Awesome. Ja, Jonathan. Hij heet Jonathan. Ja, in zijn puntje. Welkom allemaal. Zijn we een beetje blij dat Celebration weer er is? Super tof. Hey, vandaag hebben we weer een te gekke avond. En voordat we deze te gekke avond gaan beleven, wil ik eerst even beginnen met gebed. Lief Vader in de hemel, dank u wel voor uw... Ja, voor uw grootheid. Vader, dank u wel voor het leven van Jezus, waar we dit jaar als Celebration naar mogen kijken. Vader, bedankt dat het thema genade nu eindelijk aan de beurt is. Vader, we zien er naar uit om meer van uw genade te leren. We zien er naar uit om te beseffen hoe belangrijk uw genade voor ons is. Heer, zo deze dienst in handen nemen en uw Heilige Geest uitstorten over ieder van ons. Amen. Amen. Nou, dus het programma heb ik eigenlijk al een beetje verklapt in mijn gebed. We gaan dus, het thema is dus genade en het is echt een super gaaf genade thema. En eigenlijk in onze jaarvisie hebben we ook een beetje alle themawoorden zeg maar, op een rij gezet. Dus we begonnen met het leven van Jezus, hij is gek op jou, Jezus liefde voor jou. We hebben natuurlijk vorige keer, wie weet nog wat we vorige keer hadden? Levende voorbeeld, ja, heel goed. En nu zijn we dus bij genade. En al die dingetjes die hebben we dus op een rijtje. En dit thema is wel dik gedrukt, weet je wel. Dus we hopen echt dat het echt een super gave dienst mag worden. Ik zie allemaal een nieuwe gezichten ook. Dus super welkom allemaal. Voordat we verder gaan, hebben we eerst nog wat anders. En dat gaan we iets doen met ons allemaal, dus iets actiefs. Namelijk dit weekend is het Shockwave Weekend. Dat is iets georganiseerd door Open Doors, vooral door de jongerenafdeling. En dat is dat de jongeren eigenlijk in niet vervolgde landen jongeren gaan bidden voor juist de jongeren die in vervolgde landen wonen. Dus hoe dat dus precies gaat zien. Als het goed is heb je allemaal een buurman of een buurvrouw. Ja, maar iedereen is een buurman of buurvrouw. Nou, keer even naar die buurman of buurvrouw. En als het even niet lukt dat je 2-on-2 bent, dan doe je even je andere buurvrouw erbij, zodat je allemaal eigenlijk een groepje hebt om even mee samen te kleien, zeg maar. En dan gaan we dus bidden voor de vervolgde christenen in de landen Noord-Korea, Pakistan en Nigeria. Dus onthoud er eentje. En we willen vooral bidden voor bemoediging. En voor kracht. En het is vooral voor jongeren, dus van jullie leeftijd mensen die vervolgd worden omdat ze in Jezus geloven. Dus bid echt voor deze mensen voor kracht en bemoediging. En we zullen hier ongeveer 3 minuutjes voor hebben, dus neem je tijd, wij zullen hier ook even bidden. En als het afgelopen is, dan zeg ik amen en dan gaan we verder. Oké. Zoek je buurman of buurvrouw op en bid voor volgende christenen.
moment. Ik wil graag mijn liefstellige assistent Hans Jacobs naar voren vragen. En nog een andere van het Celebration Team. Want we hebben nu namelijk de collecte. Ga je gang. Fijne dienst allemaal. We gaan verder alvast ook met het zingen van een aantal dingen. Maar ga gewoon even staan, want we kunnen ook wel staan. De collectors ook doorgeven.